Ja, ik kwam s'nachts laat thuis. En ik denk, god, wat moet ik nou vertellen waar ik geweest ben? Nou, ik had toevallig een krijgje van biljetten in mijn auto liggen. En weet je wat ik doe? Ik kom s'avonds om een uur of half drie denken. Ze zegt, wat ben jij geweest? Ik zei, bij de hoeren. Ze zei, leuke nacht, ik zie wel dat jij met de biljetten bent. Dat is echt gebeurd. Dat doe je haar. En dan rijden wij goed veel, want een serieus mens hoor. Als Lien Zwagmans zo doorgeeft, dan loopt hij een keer hartstikke fout af. En er zijn voorbeelden, ik 1970 is al eens geweest, een derde in het klassement stond jij over de Albisque en de Tourmalet. In 23 kilometer afstand, 5 minuten achterstand, goed gemaakt in 23 minuten voorsprong. Nee, 23 kilometer, 5 minuten goed gemaakt. Wat zeg ik dan, Rienis? 23 kilometer voorsprong, nee. Er was namelijk een afdaling van 23 kilometer. En boven kwam ik met meer dan 5 minuten achterstand over de top heen. Omdat ik mijn fiets had gebroken, dat bedoel je denk ik. En toen kwam ik beneden, dus zat ik voor in de kopgroep. Je moest met een reservefiets van Rick van Looy. Ja, en Jan van ze toen uiteindelijk. Ja, klopt. Ja. Op die fiets werd hij in een gruwelijke. Dat moet een hallucinaire ervaring geweest met de mensen die dat gezien hebben. Op het eind moet ik ook nog bijkans een oud Frans vrouwtje, bijna onder het boven rijden, ook nog om 2 keer. Ja. Vertel dat zo, hoe beleefd je dit? Dat is toch eigenlijk allemaal niet normaal? Het is niet waar. Nee, ik had er niet meer over dat. En Kees Pellenhout die zegt tegen mij. Ik had een heel groot contract en hij zegt tegen mij, als je bij de eerste 10 rijdt of een etappe wint, dan krijg je je vol salaris. Want ik had namelijk de helft van mijn salaris ingeleverd, omdat ik zo slecht koste. Ja, ja. Dus ik had in 72 een platte prijs gereden en ik schaamde me echt diep. Dus ik denk, oh, zoveel geld door iedere maand en niks presteren, wat moet je daarmee? Dus ik ging naar de directie toe, zei, weet je wat je doet? Maak voor mij een nieuw contract. En geef mij de helft van mijn geld, dan ga ik misschien mijn eigen beter voelen dat ik kan slapen, want ik slaap niet. Omdat geld krijg van iemand dat ik niet verdien. Schuldgevoel. Schuldgevoel, ja. Dus ik lever de goede helft van mijn salaris in. Alleen na 3 maanden moest ik de Tour de France rijden. En ik dacht, dat is binnen. Want ik kreeg een platte prijs. De eerste dagen werd ik al op 10 minuten en een kwartier en net de tijd binnen. En op een gegeven moment in de velfstiet voelde ik in 1 keer dat ik er door kwam. En dan ook ze verrast. En toen zei ik tegen Merckx, je weet al 71. Toen de Frans, goed mijn best gedaan van Merckx, zei ik ga vandaag demareren en mag ik alsjeblieft erop rekenen dat je met je ploeg niet achter mij komt rijden. Dus dat is goed. Dus ik weg en rij 65 kilometer weg in de toeretappe. En er komen 3 coureurs kom achter mij op. 2 ploegmaten. En Leif Mortensen. Ik denk, wat komen nou ploegmaat achter mij rijden? Ik was lever op. En Tino Tabak en Vial die kwam achter mij. En die kwamen op 1,10 km van mij. Voor de aankomst kwamen ze bij mij. Dus ze zaten toen nog met 4 man voorop. En ik keek nog eens een beetje op en om. Ik zeg tegen Tino Tabak en tegen Vial, ik demereer nog een keer. En als je 1 trap achter mij doet, dan bent Mortensen. En ze zo, hoe wat dan? Ik zeg, er komt er geen goudsmet of kruim met aan. Dus ik demereerde. Met een peloton kwam, ja. Op 15 seconden. En op 10 seconden. En we kwamen in Auxerre boven. En dan moesten we een scherpe bocht naar rechts. En nog een scherpe bocht naar rechts. En dan een afdaling naar Kasseien. En dat geregend de hele dag. En ik had de hele dag in de regen geregend. Een etappe van 325 kilometer. En dat lijkt een Biafra-foto, want iedereen dacht dat ik gedrogeerd was. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus pertinent niet waar. Theo Komen schreef, hoe kan nou een kleur zo afgemarteld aan de finish komen? Ik had godsamme 300 en nog wat kilometers in de regen gereden.
Ik had de Tour de France bijna achter de rug. Ik was een kilo of acht al gewicht kwijt. En ik was moe. Maar toen ik dan de peloton achter me aan hoorde komen en toen ik rechtsom moest en de berg af moest, zei ik dankjewel lieve Nid. Dankjewel. Want ik zei die berg af, ik denk dat die pak ik 10, 15 seconden. En het was nog waar ook. En weet je wat ik erover deed onder mij? 8 seconden. Want de peloton kwam 8 seconden achter mij over de meet gereden. En ik woon mijn derde etappe. Oh ja. En nou dacht ik, nou is Kees Pelle, nou die is dan heel blij. Want die had niks gewonnen. En op de parkeerplaats stond Kees Pelle naast. En die zat zo op de teut van zijn auto. Zo, dikke struik in zijn auto. En ik stond erbij. Ik zeg, Kees, moet jij mij niet feliciteren? We zullen eerst de controle maar eens afwachten. En ik kreeg geen hand. En toen kwam s'avonds, voordat de etappe vertrok van Leiden naar Willebrod, kwam meneer Vasseur, die kwam bij ons, het parcours controleren. Maar we waren al heel druk bezig om namen op de weg te schilderen. Kelderkeukens. En Freetime en Rocksmontage en noem maar op. En dan zegt die man, alles moet weg. Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, man, hij staat Frans natuurlijk, maar geen Nederlands. Als ik zeg stop, dat is wereldwijd, dan moet je stoppen. Maar als ik mijn eigen omdraai, ga je maar door. Dus meneer Vasseur die ging met mij mee. Ik zeg, mensen stoppen, hè. Zeg, monsieur Vasseur, stop. Merci, monsieur. Merci, merci. En wij gingen in de hanteren een kopje koffie drinken. En toen hingen wij van het zwart plastic over het reclame in, van de boeren... Van de boerenplastic. Ja. En dat deden wij mee op touw boven vastmaken. En toen hadden we afgesproken, als de coureurs Roosendaal uitrijden, dan zegt de speaker, de coureurs zijn Roosendaal uit. Maar dat leek naast gezegd, als ik één reclamepartie van de organisatie, draai ik met mijn coureurs naar België. Want dan komen ze niet aan. Maar van Roosendaal naar Wilbert is 8 kilometer. En weet je hoe snel het gaat? Dus hij heeft nooit geen tijd gehad om mama af te draaien. Want de kleur die kwamen aan. En als je nou de beelden ziet, dat is het enige reclamebord van Sint-Willebrod. Wil ik iets vertellen hoe het nou eigenlijk allemaal zit door in Kazachstan en Astana? Ik heb er zoveel over gelezen. Door moedige herinneringen is iets over vroeger. Nou, dat is een ocho bocho probleem. Ik denk dat dat is een groot probleem. Zie je, dat klopt, ja. En vannacht om 00:00 uur loopt de tijd af dat ze een licentie konden krijgen. En ik heb om 17:15 nog gebeld met Pat McQuaid, voordat ik hier naartoe reed. En hij zegt tegen mij van, heb je de voetbalwedstrijd gezien, Frankrijk hier ook? Ik voel me niet best, dus niet. Geen rare zingen vragen. Nee, als het een gepaste moment. Want Pat McQuaid is namelijk in hier en die heeft twee nachten niet geslapen. Ja, dat kan ik ook trouwens rustig. Van boosheid, hè? Ja, alles is het. Ja, nee, maar Astana is heel moeilijk. Astana is een land waar veel geld zit. Maar de organisatoren van, zoals wij die hier gehad hebben ooit, Peter Bonthuis noem maar op, die hebben ze daar niet. Dus alles is nu voor die mensen. De mens moet gewoon dan de boekhouder zijn om zijn werfbouwt op tijd in te sturen, om zijn biologisch paspoort op orde te hebben. En er zijn coureurs, om een voorbeeld te geven, Vinokourov is de Ronde van Spanje 41 keer gecontroleerd. En hij heeft 14 dagen meegedaan. Dat is meer dan 2 keer per dag, dus dat is 3 keer per dag zoals. Lance Armstrong is 71 keer gecontroleerd in de Tour de France. En 148 keer dit jaar. Ja. Dat is niet makkelijk. Nee. Maar als je dan de verantwoording draagt, zoals Theo de Roy meegemaakt heeft. Theo de Roy die weet op een bepaald moment niet dat Rasmussen niet in Mexico zit of niet in Denemarken zit, maar dat hij dus in Italië aan het trainen is. En dat is een probleem wat ik dan ook meek, en dat wil ik niet, want ik heb ook van de koningin een lintje gekregen. En wat Richard straks zei, dan ga je begrijpen als je wat ouder wordt. Dat is heel belangrijk, want dat is namelijk de kroon op je kop. En mijn moeder zei altijd, je kunt alles verliezen, geld. Alles kun je verliezen, maar nooit de kroon op je kop verliezen, want dan ben je alles kwijt. En dat lintje is namelijk de rijbewijs van goed gedrag.
Ik ben heel blij mee geweest. Ook terecht. Ja. Rinus, nogmaals zeer, zeer van harte bedankt. Fijn dat je er waren.